Oh, dat is wel gezond. Nee, helemaal niet. Kun je een beetje langzaam koken? Langzaam koken? Ja, ik heb nog niks voor mijn film gevlogd. Ik heb nog niks voor mijn vlog gefilmd. Hadden we niet beter courgette kunnen eten? Ja, daar maak ik wel soep van. Het jongt me aan, hè? Oh, ik laat het wel even zien. Doe maar even schattig, Gerda. Pas op. Oh, pas op. Je moet zelf wel vaker in beeld. Ja, maar ik ben heel brak vandaag. Daarom heb ik ook nog niet gefilmd. Ja, maar je was ook gisteren, toen je dat dienblad gekregen, was je ook niet in beeld. Was wel leuk. Daar is wel een filmpje van, ja. Knip ze in je vingers. Maar het komt naar hier. Oh, geweldig. Alsjeblieft. Hè? Voor Martijn, ik zal hem even heel snel openmaken. Die duurt natuurlijk allemaal heel lang. Wacht even hoor. Echt wel. Wow! Oh, dit is te gek! Ja, zie je, dit is het. Oh, het staat ook. Oh, een oude logo! Ja, het is gewoon een dienblad van de NOS met het. Oh, ik vind het heerlijk. Ik wilde dit heel graag hebben. Uit de kantine van de NOS van, nou, ik denk zeker wel 15 jaar geleden, wow. 20 jaar geleden dat ik dat daar heb gestolen. Dit is het dus leukste cadeautje ooit, Jeroen. Hou je van eetjes? Dat weet je toch, dat is garnering. Oké, man. Hilarisch. Welkom bij Brams eenmalige boekenrubriek. Dit is een leuk boek, ben ik nu aan het lezen, dus ik weet niet of het echt een leuke afloopt. Maar het is geen fictie. Enlightenment Now, waar gaat het over? Het gaat over de idealen van de verlichting en hoe die onze wereld ten goede veranderen. Ja, schemerlampjes, dat soort dingetjes. Precies. Het is eigenlijk een follow-up van... The Better Angels of Our Nature, is ook al in het Nederlands vertaald. Maar... Laten we zien hoe ik een stuk gelezen die is. Waar het over gaat, dat het met de wereld zo slecht nog niet gesteld is als je wellicht zou denken. Ja, dat is nu... Eigenlijk dat het met de wereld alleen maar beter gaat. Vooral als je kijkt naar geweld en zo, dat neemt echt... In dat boek, dit gaat ook over geweld, maar in dit boek, ook op andere vormen. Mensen zijn nu gelukkiger, mensen zijn slimmer, mensen leven langer. Op elk vlak gaat het beter met ons. Maar als je dan denkt, ik heb liever gewoon een verhaaltje, dat dan iets gebeurt en zo. Tonkendracht. Kan ook. Oké, leuk. Waar staan die? Hier. En welke dan? Ze heeft een nieuw boek. Met allemaal oude dingen. En heel veel, het is heel mooi, heel veel plaatjes. Die ze ook zelf gemaakt heeft. Ian McEwan. Onthoud die naam. Alles wat die man schrijft is goed. Maar dit is een deze vind ik heel leuk. Ian McEwan. Zo kan het in het Nederlands vertaald, als je denkt, oh, Engels. Engels. Sweet Tooth, hoe hebben ze dat vertaald? Suikertand. Oké, kan. Goed, dit boek, On Chesil Beach, is vertaald als Aan Chesil Beach. Er is nu ook een film van gemaakt. Maar waar gaat het over? Hier, is ook een film. Enlightenment, Bram. Nou, dit boek gaat bijvoorbeeld over een man en een vrouw en een huwelijksreis en dat gaat helemaal om niets. Wat zijn het voor verhalen? Ja, gewoon meestal een beetje... Is het een beetje Herman Koch? Nee, het is niet zo grappig, maar het is wel... Je gaat erover nadenken. Vooral van Sweet Tooth, want er zitten allemaal plot twists in. En dan denk je, oh, dit gebeurt er. En dan ga je, oh, dit gebeurt er, en dan denk je, oh nee, het is toch zo. Oh, dit gebeurt er, en dan denk je, oh nee, het is toch zo. En dan denk je, oh, het is toch zo. En dan helemaal op de laatste bladzijde, oh, het is toch alles zonder, toen was ik helemaal omgedraaid. Dat is in het echte leven. Nee. Ik denk, doe er wat diepgang in. Ja. En wat is het slechtste boek dat hier staat? Nou, niet een boek van mij uit de kast pakken. Het slechtste? Nou, dat kan ik je vertellen. We gingen op vakantie, dat is 2004. Ja. Nee, dat kan niet waar zijn. 2014. Gingen op vakantie naar Zweden. En, ja, 2014. En 2014 gingen we op vakantie naar Zweden. Wacht even. Het slechtste boek dat hier staat... Dat is de aanleiding van een vakantie. We gingen in 2014 op vakantie naar Zweden. Ga je nou zeggen dat boek van Arjen Lubach? Nee. Oh. Wacht even. Zweden.
Oh nee, toen vlogde je nog niet. Jammer. Nee, anyway. We gingen er naartoe omdat jij op Nickelodeon of Kindernet 's ochtends vroeg op zondag Niels Holgersson zat te kijken. Niels Holgersson. En toen kwam ik binnengelopen in de kamer en zei: oh, dan gaan we lekker naar Zweden. Maar toen dacht ik dus, toen we in Zweden waren, dan is het nou niet leuk om in Zweden het boek Niels Holgersson te kopen in het Zweeds als een leuk souvenir. Ja, want mensen die dit nog nooit zien, Bram is een nerd. Mensen die mijn vlogs niet vaak hebben gezien. Dus, ja, laat me even. Dus, ik ben zo'n boekhandel. We hebben een hele roadtrip door Zweden gemaakt. We hebben echt dat hele pokkeland van boven tot onder gehad. Ik ben niet allemaal bovenaan de zweet takken. Maar goed. Dus in elk stom dorp waar we kwamen, stoppen, boekhandel. En dan ik in mijn beste Zweeds, of ze Niels Holgersson hadden in het Zweeds. Hadden ze niet. Dus ik zou, hebben jullie Niels Holgersson? En dan zei ze, Niels Holgersson. Niels Holgersson. Nee, hem niet. Dan denk ik, nou, dus... een tijdje later was ik weer in Stockholm. Want, of in Zweden, en toen in Stockholm. Want dat was, ik was klaar voor een congres. En toen heb ik het boek van Heiligbach gelezen. Dat had ik het al gelezen. Knip ik er wel uit. Anyway, ik was vlak bij het hotel waar die hoofdpersoon ook zit. Aan hetzelfde pleintje. Dit wordt een beetje een Ian McEwan boek, Bram. Nou, anyway. Aan datzelfde pleintje, de Maria Torget, waar het hotel zit waar die hoofdpersoon in Magnus... Nou, doet hij toe. Aan de overkant van het pleintje zit de kinderboekenwinkel. Dus ik daar naar binnen. En ik weer, hebben jullie Niels Holgersson? En die vrouw, Niels Holgersson, wat leuk! Nee, helemaal niet. Maar dan in het steeds. Nergens in het hele pokkenland hadden ze Niels Holgersson. Hij staat verdomme op hun bankbiljetten. Maar gewoon een boeken van hebben, hoogbaar. Dit is de vertaalde versie. En met pakken een hele plan. Maar ik wilde natuurlijk in het Zweeds. Nou, ja. En toen zei Joost, waarom bestel je maar niet op de Zweedse bol.com? Dat heb ik gedaan. En dit is het stomste boek wat hier in de kast staat. Want... dit is dus niet de originele versie, maar hier. Dit is een bewerking van Arne Norlin. Heb ik daarom gevraagd, Arne Norlin? Nee, ik wilde gewoon de volledige tekst. En dan krijg ik een van de kinderversie van het boek. Ja. Belachelijk dat er ook een kinderversie is van Niels Holgersson. Ja. 100 jaar geleden leefde er een jongen en die heette Niels Holgersson. Maar dit is zo mooi van Zweeds. Je kunt het gewoon snappen. Het is gewoon Twents. Kijk even. Hij was dus een jongen. Hij was 14. Ik bedoel, dat hij hoe die jongen heet, wordt hier helemaal niet genoemd. Daar staat pas op bladzijde zoveel. Ja, dit is meer hoe jij praat. Ja, en ik en Selma, ik bevind mij in goed gezelschap. De grootste miskoop van mijn leven. Nou, volgens mij is het wel een vlog zo. Ja, hoe zo achteraan klaar.